Design, is dat niet een duur woord voor een mooie stoel? Nee, alles is design. In dagelijkse dosis design neem ik je mee naar de meest opvallende ontwerpers van de Dutch Design Week in Eindhoven. Dit zijn de willywortels die onze toekomst vormgeven. Wat eten we morgen? Hoe hebben we later seks? En hebben we straks allemaal een extra ledemaat? Dit is de familie. Het liefst eet ik de hele dag door. 'S Ochtends bedenk ik al wat ik 's avonds ga eten. Fooddesigner Chloe Russenveld neemt het nog veel verder. Zij bedenkt letterlijk het eten van de toekomst. Op de Dutch Design Week in Eindhoven staat zij met haar nieuwe project Stroop, waarin ze van groenten stroopwafels maakt. Ik krijg er trek van. Hallo. Hallo. Chloe? Hi. Hi. Hey. Ik ben Elfie. Hi. Hoi. Ik kom je vandaag helpen. Ja, leuk. Wat gaan we doen? Als eerst heb ik speciaal voor jou een hapje gemaakt van hersenen. Heerlijk. Ik heb nog niet ontbeten, dus dat klinkt heel goed. Dus je mag mij helpen om ze te bakken. En dan gaan we ze saus eroverheen doen. En dan kun je ze proeven. Oké. Okay. Nou, ik krijg er nu al zin in. Ik ga mijn jas even uitdoen. Nou, dit zijn varkenshersenen. En het is niet dat ik dit normaal gesproken natuurlijk gewoon maak. Deze zijn ook half bevroren. Maar het is gewoon meer om mensen dus uit hun comfortzone te krijgen. En ook na te denken bijvoorbeeld over kweekvlees. Ja, want jij designed food. Hoe ik het eigenlijk doe, is het gaat meer als communicatiemiddel. Dus ik gebruik het voedsel om de ideeën die ik heb over nieuwe manieren van voedselproductie of consumptie eigenlijk duidelijk te maken aan het publiek. Maar dat lijkt me wel moeilijk, want je bent hartstikke jong. Je bent nu 23. Ja. En je hebt al een heel eigen bedrijf. Ja. Je bent bezig met een lijn met voedselproducten, heb ik begrepen. Ja, het is dus begin dit jaar. Ik dacht, het is zo hectisch geweest met het Edible Growth project. Heel erg veel aandacht. Dat was je vorige project? Ja, over dat 3D-printen van een eetbaar ecosysteempje. En toen heb ik daar heel veel publiciteit. Je was de eerste die iets gezonds wilde printen met de 3D-printer, ja. Als ik het goed begreep. Ja. Dat werd eigenlijk nog niet gedaan. Ja, dus los van de suiker, de chocolade en al die ongezonde pasta's. En eigenlijk waarin ze materiaal A erin stoppen, materiaal A ook eruit komt in een ander vormpje. Mm-hmm. En ik dacht meer van, hoe kunnen we de natuurlijke eigenschappen behouden? Hoe kunnen we nou echt die structuren behouden en het gezonde van de voeding? Ik zie jou daar met iets. Je kijkt daar heel stout terwijl je iets in je mond steekt. Wat gebeurt daar? Dat klinkt als een rare zin. Dit komt uit de 3D-printer. Het is een soort muffin, ziet het eruit. Ja, alleen dit niet. Dit is echt een visualisatie. Dus echt een concept. Het is een visualisatie omdat het nu nog niet gemaakt kan worden. Dus het is niet de bedoeling dat ik dit in elkaar gaan stoppen, maar normaal doet de natuur het werk. En dan groeit het gewoon binnen 3 tot 5 dagen gewoon uit. En dan kan de consument het opeten. Maar voor nu moet ik het helaas nog even met de hand doen. Ja, en waarom ik dit dus bedacht heb, is omdat ik wil laten zien dat we ook gezondere dingen met een 3D-voedselprinter kunnen maken. Of gewoon mensen nalaten denken van, wat kunnen we daar nou nog meer mee als we de technologie serieus willen nemen in de toekomst. Mag ik eentje pakken? Ja. Oké. Okay. En dan gewoon zo, hop. Ja, gewoon een soort amuse misschien. Ik vind het een goed idee. Hoeveel fooddesigners zijn er nou eigenlijk in Nederland? Ik bedoel, jij bent de eerste die ik ooit heb ontmoet. Ja. Ik denk dat Marije Vogelsang en bijvoorbeeld Katja Gruiters wel echt een van de eerste waren. Ook voordat er een studie food design was. Net als Marije Vogelsang en Katja Gruiters, die het een beetje zelf geïnitieerd hebben, heb ik dat ook zelf geïnitieerd, omdat ik dus van de Technische Universiteit hier in Eindhoven afkom, bij Industrial Design. En daar vonden ze me altijd maar heel raar. Maar je bent wel cum laude afgestudeerd. Ja, ik denk als je echt iets vindt waar je hart ligt en waar je gewoon gepassioneerd over bent, dat gewoon maakt dat je dat het allerbelangrijkste vindt. En ik ging niet iedere week op stap. Ik ging niet shoppen en alleen maar dat soort dingen doen. Ik was gewoon echt continu gewoon na het denken en het koken en het experimenteren en
mensen aan het opzoeken, met wetenschappers aan het praten. En dat vond ik gewoon heel erg interessant. Hoe gaan we nou de wereld beter maken door hersenen te eten? Wat mij betreft hoeven wij geen hersenen te eten. Waar dit om gaat is eigenlijk, als je denkt aan kweekvlees. Het eten van kweekvlees is dus al een soort van taboe. Van hoe kunnen we mensen dat laten doen? Dus dit was echt een opstapje naar, naar het volgende hoofdstuk. Dus ik dacht van ja, kun je ze een keer proeven? Oké. Wil je ze erin leggen? Is goed. Ja, met de vork? Oh, je pleurt ze gewoon op. Ik ga ervoor. Oké. Cheers. Ja, ik vind het dus echt heel lekker. Echt? Het is echt heel zacht van binnen. Een hapje dan. Ja. Oh nee, ik kan het niet meer aan, hè? Ik vind het echt heel... super vies. Ben jij een rare food designer? Ja. Ik ben natuurlijk niet alleen maar gekomen om hersentjes te eten. Ik kom je helpen. Maar ik ben zo benieuwd wat we gaan doen vandaag. We gaan vandaag groentestroopwafels maken. Dus ik neem je eigenlijk mee van op het land, dus waar ze geoogst worden, tot bij Proverka. Dus je ziet het hele proces. Ja, hier zitten gewoon 3 rijtjes roggen. Dan hebben jullie ook zelf vraagstukken. Je hebt gewoon heel veel afvalstromen. Hè? Als je die wortel gaat schrabben, gaat snijden. Als je dan kijkt wat we eigenlijk allemaal wel niet weggooien van zo'n mooi product, is eeuwig gezonde. Ja. En op het moment dat je dan nog ook van het schraapsel of van het snijafval of, ja, hè, of van het sap nog iets lekkers kunt maken, is denk ik alleen maar positief. Ik weet niet of Anne je verteld had van wat ik ermee aan het doen ben. Ja, een stroopwafel hebben we. Ja, maar dat is eigenlijk juist die natuurlijke zoetheid gebruiken van het gewas. Ja. En te kijken van wat kunnen we daar nog meer mee. Dus inderdaad, wortelstroop maak ik ervan. Dus van de sappen. En van de vezels eigenlijk de koek. Dus eigenlijk met zo min mogelijk toevoegingen ben ik dus stroopwafels aan het maken van bijvoorbeeld ja, van wortels of van biet of van andere knolgewassen. Wat Chloe's wafel zo bijzonder maakt, is dat ze er alleen restproducten voor gebruikt. In de fabriek worden namelijk de korstjes en kontjes van de wortel geschrapt. Hiervan maakt Chloe de wafel. Ze gebruikt het sap als stroop en de vezels als koek. Op de wortel. De lekkere wortel. Dus nu maak ik eigenlijk stroopwafels van het bijproduct van jullie bijproduct. Bijproduct, dat zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja. Kijk, en dan hebben we hier de vezel. Ja, dit wordt dus de koek eigenlijk, hè? Het is net poeder, zo dun. Ja, dit is inderdaad in het sapproces wordt het eerst helemaal vermalen. En dan wordt, als het vermalen is, als het tot een totale pulp, dan wordt het sap eruit geperst. En dan hou je dit over. Ik ben wel toe aan een gezonde snack, Chloe. Zullen we gaan bakken? Laten we hier de stroopwafels van maken. Kom eens ook proeven. Op zeker, de heel graag. Ik ben heel benieuwd. Lijkt me lekker. Ja, nou, top. Nou, bedankt. Stroopwafels. Zo. Wat we dus gaan doen. Van de vezels hebben we dus ongeveer, ongeveer een 20 gram. Is dus vezel van 100 gram wortel. En we willen dus 1 stroopwafel maken van 100 gram wortels. De sap wordt dus stroop. Dan heb je dus de vezels. En dan heb je zeg maar de stroopwafel die eruit komt. En dit is exact hetzelfde. De stroopwafel is exact hetzelfde als dit. Ja. Dit is eigenlijk de verhouding. Dus wat uit 100 gram wortel komt. Mag ik proeven? Ja, natuurlijk. Het is echt heel lekker. En ook best wel, je proeft ook nog dat aardse van die wortel, hè? Ja, je proeft ook nog wel echte wortel, maar het is echt toch ook wel snoepgoed al. Ja. Ja. In het midden. Nou, stop. Ja? Yes. Als het goed is,
Maar hoe, deze is mislukt. Ja jongens, ook in de keuken van de food designer gaat wel eens wat mis. Oh, wat een verspilling. Dit is precies die 100 gram wortel die we dus erop willen. Oh ja. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut... Daar gaan we. Ja. Ja. Is lekkerder dan een wortel. Ja. Mm. En ook gewoon nog wel dat groente dat je proeft. Wat vind je van de bite? Ja, het is lekker krokant en zo bros. En juist niet zo... Wat ik vaak niet lekker vind aan koeken is dat hij zo romig is door de roomboter. Mm-hmm. Dit is wat krokanter. Heel erg bedankt dat ik vandaag heb mee mogen lopen. Ik hoop dat je wat aan mijn hulp hebt gehad. Ja. Ik kan niet wachten om meer van je stroopwafels en van al je fantastische ideeën te zien. En veel succes op de Dutch Design Week. Ja, dankjewel. En sorry voor de afwas. Volgende keer help ik mee. Doei. Doei. Elfie, je wil je te hersenen. Oeh. Mijn favoriet. Ja. Dankjewel. Nou, veel plezier ermee. Doei. Ik ben heel benieuwd wat er in de toekomst op mijn bord ligt. Wil jij alvast een voorproefje krijgen? Kom dan naar de Dutch Design Week.